Wat een bak! Ik heb van Arie een pimppakket gekregen. Dus we kunnen van de auto nog echt een hele vet pimppak maken. Pimp my car. Nu die auto zo zie, krijg ik wel echt het gevoel dat we klaar zijn voor de roadtrip. Lucas. Ja, we hebben niet zo zin om constant in dit soort ranzige hotelkamers terecht te komen. Dus we hebben maar besloten dat we gaan kamperen. Hier, volgens mij is dit wat. De twee vrienden Rolf en Lucas maken een roadtrip vanaf Miami via New Orleans, Texas en Las Vegas naar de eindbestemming Los Angeles. Op elke grote plek hebben de twee een uitdaging voor elkaar, zodat we in Los Angeles weten wie van de twee het avontuurlijkst is. Momenteel zitten Rolf en Lucas in Miami. We zijn in Miami, 3 dagen van tevoren bereiden om op roadtrip te kunnen gaan. De auto is er en we gingen een tent kopen. Nou, ben benieuwd naar die tent. Ja, ik ook. Gewoon niet ingewikkeld, Wolf. We moeten een beetje gewoon die erin kunnen slapen. Nou, Luc, volgens mij. Nou, ik had eigenlijk wel een groter maatje verwacht. Dan dit. Oh, sir, can you maybe help us a little bit with the tents? Yeah, I do. So we need to have a tent for two persons. Okay. Look at the format here. Yeah. But this one is a little bit truttig. Hoe zeg je truttig in het Amerikaans? Truttig. It's a little bit for. This look like more for losers. This tent. For losers. Yeah, and we need to more like something like for will guy tent. Guys, okay. The color. But we need also when it rains and we are outside, we've got something like a party tent for it. Op het moment dat we in die winkel komen, dan krijg je een soort van Rolf die zich niet meer kan inhouden en die volledig verliest in alles wat hij om zich heen ziet. Mooi, even op jou. Eens, Lucas? Ja hoor, het ziet er goed uit. Lucas wil het dan wat soberer houden. Nou, het moet wel leuk blijven. Het blijft natuurlijk vakantie. We liepen over Ocean Drive en daar zie je allemaal gekken. So how long did it take for you to get so muscular? 2 years? Op een gegeven moment vroeg ik aan zo'n gast van, goh, hoe doe je dat nou? Want hij zag er zo gespierd uit. Toen dacht ik, ik wil wat tips van hem hoe hij dat doet. Ja, ik denk dan echt bij mezelf, bespaar je de moeite. Dus dat roept bij mij wel de motivatie op om daar ook eens wat meer mee te gaan doen. De volgende ochtend vond ik dat Rolf ook maar eens iets voor mij moet doen. En ik wil gewoon dan heb ik het in mijn hoofd. Goed voornemen, kom op lekker sporten. I'm sexy and I know it. Ik ga me echt niet laten kennen hoor. Dus wat dat betreft, heb je mij een goeie. I'm sexy and I know it. Yeah, when I'm at the mall, security just can't fight them all. And when I'm at the beach, I'm in a speedo trying to tan my cheeks. But this is how I roll, come on ladies, it's time to go. We headed to the bar, baby, don't be nervous. No shoes, no shirt, and I still get served. Ik heb de eerste uitdaging voor Rolf bedacht. Ik ga meenemen naar een snake farm. Lucas had iets bedacht wat ik niet wist. En het feit dat ik het niet wist, was natuurlijk heel vervelend. Luc, wat gaan we doen? Gaan we iets met slangen doen? Word je niet blij van, hè? Lucas had wel een beetje gevonden wat ik echt gewoon... waar ik ook wel licht echt angst voor heb. Ik vond slangen dus serieus, hè? Ja, dat weet ik. Hij hield zich nog in, hij bleef nog cool, maar ik zag het gewoon aan hem. Die slangen, dat vindt hij echt helemaal niks. Maar hij vindt het gewoon een beetje leuk. Ja, nee, ja, goed, dus het is wel leuk om wel een beest te zien ofzo, maar ik vind het gewoon enge beesten. Ja, heb jij dat niet? Nee. Ik had al contact gehad met Chris van het park en Chris die weet alles van dieren als slangen, alligators enzovoort. Die werkt daar altijd mee. Are you Chris? Yeah.
Hi. How you doing? Oh, yeah. Well, I think I'm fine. Because, yeah? Yeah. Dus hij stelde voor om te beginnen met een rood slangetje. Alright, well you sit here. I'm gonna get a small one for you right now, okay? Okay. You just wait. Okay. Okay, man, so I have a small snake here. Small. Very, very nice, very pretty, very small one. Maar daarna zou dan echt een soort van huge ass slang tevoorschijn komen. En dan wil ik Rolf nog wel eens zien. Volgende keer in Roadtrip USA. Ja, hij kan natuurlijk amper auto rijden. Dus wat heb ik voor hem bedacht? We gaan een speedboat race doen. Ben je er klaar voor? Ja. Ik ben klaar om te verliezen. Ik ga niet verliezen. Jij gaat verliezen. Ik ga sowieso niet verliezen. Ik bedoel, laten we nou maar beginnen, dan kan ik je zien dat ik ga winnen.